Elk land bepaalt wie zijn helden zijn, zei Ivan Wijngaarde, voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Renamang, vanmorgen bij de 28e herdenking van de levend verbrande Kodjo, mentor en persent. Het is vandaag precies 191 jaar geleden dat deze drie strijders hun dood vonden aan de Heiligenweg als straf voor het in brand steken van de binnenstad van Paramaribo. Volgens Ivan Wijngaarde moeten we de geschiedenis anders begrijpen. De daad die Kodjo, mentor en present hadden begaan was niet uit kwaadwilligheid. Als slaafgemaakten hadden ze geen rechten, dus werden ze bestempeld als brandstichters. En dat die breed is dat je, als dat zal we wel niet voor mishandeling, dat is brom, terwijl we elkaar wel heel lang aan dat moeten leren. Nee, ja, we hebben een minuut de klaring. En dat is dan een voldoening die we met bakap zien, dus dat we zelf wel zijn, dat kon er even van zomaar naar een helpen. Wijngaarde gaf verder aan dat de geschiedenis van onze Afrikaanse voorouders in een bredere context geplaatst moet worden. Tot slaafgemaakten uit Afrika werden volgens hem gedehumaniseerd door de kolonisators, wat niet met andere groepen is gebeurd. Anderen die naar de kolonies werden gehaald, mochten hun cultuur en geloof behouden. Alleen aan man Afrika, voor de Afrika, op de stukken zijn boom, dat is niet vooraf, is dat voor allemaal, dat kan niet zijn wanneer. En dat is dat. Dat is ook een soort boom, dat je, want ze hebben veel interesse. Net voor Jaso, Shabon Abrasé, dat is Shabon Abrasé, Atamalé, boom, dat is waar de spiritueel fascist, de feli, dat is drapen. Doe het tegen Sani, want ik ga nog maar zeggen met die spiritualiteit en wetenschap. Doe het tegen wetenschap, maar die doet historie, de taki, dat de man brong naar Awinkri, Monsanto. Ja, Awinkri voor Monsanto ben je. In een kadaster was alles aan brong, als je maakt Sani, dan kan een landmeter. En een landmeter maakt je precies, dan kan je dat ja ben je Awinkri voor Monsanto. En daarom heb ik de poten drie marken genoemd. Wijngaarde benadrukt dat dit verleden niet vergeten mag worden. Dat wat zij gedaan hebben moet gezien worden als de eerste revolutie in Suriname.